Op een pluimveebedrijf aan de Moirawei in Abbegeer is vogelgriep ontdekt. Het gaat om een legkippenboerderij waar dagelijks circa 58.000 eieren worden gelegd door de kippen. Binnen een straal van 10 kilometer is per direct een vervoersverbod ingesteld. Op een aantal andere pluimveebedrijven in de omgeving wordt onderzoek gedaan of daar ook besmette dieren zijn. Om welke variant van vogelgriep gaat het? Het is nog niet helemaal duidelijk. We weten dat het een H5 is, zoals die ook in Biddinghuizen en bij alle wilde vogels is aangetroffen. Of het ook inderdaad de gevaarlijke N8 is, de H5N8. Dat wordt nog onderzocht. Maar desondanks moeten we nu al dieren doden. Het gaat om pluimvee, zowel legpluimvee als slagpluimvee. En het gaat in totaal om 63.000 dieren. En wat voor pluimvee? Om kippen? Of? Ja, het gaat om kippen. Het gaat dus om legkippen. En het gaat om vleeskuikens. Wat wordt er precies met de dieren gedaan? De dieren worden in de stal wordt CO2 gespoten. Dat is een gas waardoor de dieren doodgaan. Maar wel op de meest diervriendelijke manier. En daarna zullen ze worden afgevoerd en vernietigd. Hoe lang gaat dit allemaal duren? We hopen vandaag het proces van het doden van de dieren af te ronden. Waarna ze morgenochtend kunnen worden opgehaald. Heeft het uitbreken van de vogelgriep hier ook gevolgen voor de omgeving? Ja, normaal zou je zeggen in een straal van 1 kilometer worden de overige bedrijven waar pluimvee zit worden ook de dieren gedood. Maar die zijn er niet. Er zijn geen bedrijven in de 3 kilometer zone. In de 10 kilometer zone zitten nog wel een stuk of 11 pluimveebedrijven en die worden allemaal onderzocht. En verder gaat er een vervoersverbod gelden in die straal van 10 kilometer voor pluimvee, pluimveemest en stro en dat soort zaken.